Meesie, als ik zeg 27 mei, weet jij dan wat er dan is? 27 mei, play-offs? Play-out. Oh, play-out, ja. Daar heb ik niet naar gekeken. Ik kan me voorstellen dat jullie staan natuurlijk na 8 wedstrijden op de 10e plaats. Ja. Maar jullie pakken vandaag knap een punt tegen Den Bosch. Ik kan me voorstellen dat natuurlijk hoop biedt met het oog op die ontwikkelingen. Natuurlijk biedt het oog. We mogen hartstikke trots zijn dat we hier 1 punt hebben gehaald. Ik denk dat Den Bosch niet hier op zijn best was. We hebben geprofiteerd van het punt, zeg maar van hun mindere kwaliteiten. Maar ja, we staan 10e en we willen elke wedstrijd beter worden. En hopelijk door dit punt hebben we meer vertrouwen naar volgende week. Kun je eens uitleggen hoe het de afgelopen weken bij jullie heeft geleefd? Wat ik zeg, jullie stonden natuurlijk op de 10e plek. Dat is een plek die eigenlijk niet gewend is. Wat jullie niet gewend zijn bij Laren om 10e te staan. Ja, hoe heeft dat de afgelopen weken bij jullie in de groep geleefd, die positie op de ranglijst? Nou, we kijken niet echt naar de ranglijst. Tuurlijk, we weten dat de 10e staan. Maar ik denk dat we zware potten al hebben gehad. Dus we hebben alle top 4 clubben hebben tegen gespeeld. Dus ik denk dat we trots mogen zijn. Weet je, tegen Den Bosch pak je 1 punt. Tegen andere top 4 clubs, ja, dan verlies je een punt. Of 3 punten. Maar ja, alsnog, je staat 10e. Volgende week speelt tegen Kampong. Als daar 3 punten halen, sta je zo weer 6e. Dus we kijken niet zo erg naar de ranglijst, nee. Maar hoezo kijk je niet naar de ranglijst? Want ik snap dat je natuurlijk tegen een aantal goede teams hebt gespeeld. Maar je hebt bijvoorbeeld ook gelijk gespeeld tegen Bloemendaal. Ja, nou, als team willen we beter worden. En als we nu naar de 10e plek kijken, tuurlijk, je bent niet tevreden. Maar als we elke wedstrijd beter gaan hockeyen, weet ik zeker dat zometeen dat we ook gaan stijgen in de ranglijst. We spelen volgende week tegen Kampong, dus als we daar 3 punten pakken, dan staan we al 6e en dan mogen we alweer kijken, dan kijk je alweer tevreden daarnaar. Maar als je nu 10e zegt, ja, dat doet wel een beetje pijn. Ja. Even naar deze wedstrijd. Kunnen we concluderen dat dit misschien jullie beste wedstrijd van het seizoen was? Beste wedstrijd, één van de beste wedstrijden. Kijk, we hebben hier gestreden als team. We stonden hier, als je tegen Bloemendaal kijkt, dan zie je een paar kwarten dat we gewoon niet goed doen. Hier staan we gewoon 4 kwarten, constant hoekje. Maar ik weet dat we nog beter kunnen. Dus ik denk dat we dat volgende week en de volgende wedstrijd dat moeten laten zien. Maar dit waren wel één van onze betere wedstrijden dat we hebben gestreden als team. Ja, zeker. Noem eens dan wat er nogal zo beter kon gaan. Nou, ik denk dat we nog constanter mogen zijn. Nog veller in de duels. Meer rendement halen rond een 23. We leiden te vaak balverlies daar. Dus ik denk dat we meer mogen landje veroveren dan dat 1 tegen 4 aangaan. Dus ik denk dat dat nog beter kan, ja. Toch moet het inderdaad hoop bieden, hè, zo'n gelijkspel tegen Den Bosch. Den Bosch is natuurlijk al jarenlang topclub in Nederland. Jullie hebben eigenlijk gewoon ze met power bestreden. Ja, tuurlijk biedt het hoop. Weet je. Je haalt hier 1 punt. We zijn ook hartstikke tevreden. Maar ik denk niet dat je te veel moet kijken naar deze wedstrijd. Volgende week is belangrijker. De middenmoot is belangrijker voor ons om daar punten te pakken. Tegen de topteams is het mooi meegenomen. Maar ik denk voor de volgende week speelt Kampong. En dat is gewoon nog belangrijkere wedstrijd om daar 3 punten te pakken. Het lek is nog niet boven, zeggen ze dan. Nee, het is nog niet, ik ben nog niet heel tevreden, nee. Maar het kan beter, weet je. Ik ben nu trots op het team, zeker. En we hebben hier gevochten, maar volgende week moeten we er weer staan. En als we daar 3 punten pakken, dan ben ik nog trotser. Hoe is het, hoe heeft dat eigenlijk geleefd de afgelopen weken? Natuurlijk, we hebben het al even over gehad, dat je wat lager op de ranglijst staat. Ja. Het lijkt me moeilijk om dan niet in paniek te raken. Nee, we raken niet in paniek, maar jij moet ook beseffen, we hebben een hartstikke jong team. Er zijn meiden weggegaan, we hebben jonkies voor teruggekregen, maar de jonkies doen het supergoed bij ons. Maar alsnog, weet je, we mogen ook niet te veel verwachten. We doen het nu supergoed, we weten dat we nog beter kunnen. En die 10e plek, ja, weet je, so be it. Als we volgende week winnen en die week daarop en die week daarop, dan staan we zo weer 5e of 6e. Maar ik ben alsnog heel trots op het team. Hoe is het voor jezelf? Je hebt natuurlijk de glorietijd van Laren nog meegemaakt en met het winnen van de Europa Cup. En dan sta je nu opeens tegenover een verslaggever die over de play-outs begint. Ja, het is gek. Het is gek. Het is inmiddels alweer mijn 10e seizoen. Tuurlijk hebben we glorietijden meegemaakt bij Laren. Maar ik besef ook dat het heel anders nu is. Vooral omdat de jonkies erbij zijn. Daarom mag ik ook niet te veel verwachten. We moeten het nu echt als team doen. En we kunnen niet meer op mensen teren wat we voorgaande jaren wel konden doen. En nu moeten we het echt met z'n allen doen. Ja. Is dan ook je eigen rol veranderd? Natuurlijk is mijn eigen rol veranderd. Weet je. Ik ben aanvoerder, maar ik doe het met meerdere mensen. En andere mensen om me heen, daar moeten we met het team mee gaan trekken. We moeten het team mee op sleeptouw nemen, maar ook de jonkies moeten het team trekken. We kunnen het niet met 3 mensen doen. Dus het is echt we moeten het met z'n allen doen. Tot slot, als je dan nu kijkt, je begint natuurlijk over de jonkies en over het feit dat er een aantal speeltjes vertrokken zijn. Er zijn nu
8 wedstrijden geweest in de hoofdland. Dan heb je een beetje een idee van waar jullie staan, denk ik. Uiteindelijk zou je toch wel zeggen dat je natuurlijk wel de kwaliteit hebt om in ieder geval boven een ploeg als Bloemendaal te eindigen, denk ik. Ja, zeker hebben we de kwaliteit, maar het moet wel zo vallen. Tegen Den Bloemendaal spelen 4-4, omdat we gewoon niet constant genoeg zijn. En je ziet gewoon, omdat we zo'n jong team hebben, moeten we gaan leren constant te blijven. 4/4, en dat hebben we nog niet. En nu doen we het wel, nu spelen we gewoon goed. 4/4 tegen Den Bosch, en je ziet dat we mee kunnen. Maar zometeen ook tegen de lage teams, tegen een HGC, Victoria, of straks misschien tegen Kampong. Dan moet je ook 4/4 gewoon er staan. En dat gaan we proberen.